Zij zeggen, jij bent pas afgeluisterd als wij fysiek naar jouw telefoongesprekken zitten te luisteren. Maar het feit dat wij die kabel in zijn geheel kopiëren en al die gesprekken op de schijf zetten, dan ben je nog niet afgeluisterd. We gaan het hebben over een wetsvoorstel wat ons allen aangaat. Een wetsvoorstel dat onlangs is ingediend door het kabinet. Het is een wetsvoorstel wat de bevoegdheden van de inlichting- en veiligheidsdiensten ingrijpend gaat verruimen. En hij heet voluit de tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. We zullen hem vandaag gewoon de tijdelijke wet noemen. In tijden van oplopende geopolitieke spanningen en digitale dreigingen uit bijvoorbeeld China en Rusland is het verleidelijk om natuurlijk meer bevoegdheden naar inlichting- en veiligheidsdiensten te geven. Maar houden we wel zicht op de gevolgen voor de lange termijn? En hoeveel inbreuk op onze privacy en persoonlijke levenssfeer moeten we willen? Nou, over deze vraag ga ik uitvoerig in gesprek met de voormalig toezichthouder op de AIVD en MIVD, Bert Hubert. Jij bent voormalig toezichthouder bij de toetsingcommissie Inzicht Bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. Maar daarnaast ben je ook ondernemer. Je hebt onder andere PowerDNS opgericht. Dat is een bedrijf dat software heeft gemaakt waar het internet grotendeels op draait. Klopt? Klopt. Ja. Klopt. En je hebt onlangs dus, ben je afgetreden ongeveer, een maand geleden denk ik. Iets langer. 9 september. 9 september. Ja, leek me geen makkelijke beslissing. Hoe voel je daar nu bij? Hoe gaat het nu en waar ben je nu mee bezig? Nou, we komen zo waarschijnlijk nog wel op waarom ik nou ben opgestapt. Maar een van de redenen was dat ik allemaal moeite had met die nieuwe wet. Ja. Maar je moet je voorstellen, als je lid bent van een toezichthouder, kan je niet naar buiten gaan en zeggen, joh, ik ben het niet eens met de nieuwe wet. Dat is niet je rol. En een van mijn doelen om op te stappen was dat ik het wel kon gaan hebben over de nieuwe wet. En alleen al uit het feit dat ik hier nu zit, in dit mooie podium, blijkt dat het lukt om er nu inderdaad wel over te praten. Ja. Dus daar ben ik wel echt wel heel tevreden mee. Ondertussen, ik had echt een hele leuke baan. Ja. Dat is een beetje persoonlijk, maar het toezichthouden kan ook gewoon heel leuk zijn. Ja. En ik had hele fijne collega's en ik deed naar mijn gevoel belangrijk werk. En dat mis ik wel. Ja, en waar ben je dan nu mee bezig om dat gat op te vullen? Nou, je moet er wel eerlijk bij zeggen, het klinkt wel heel heftig als je opstapt als toezichthouder, maar het was een baan van ongeveer 2 dagen per week. Okay. Dus het is niet dat ik onmiddellijk in een gat val van ik heb nu helemaal niks meer te doen, want ik was ook nog ondernemer en ik doe ook nog allemaal onderzoek en andere dingen. Dus, en ik moet eerlijk zeggen, het uitleggen van die nieuwe wet kost me ongeveer ook een dag per week nu. Ja. Maar dat is niet erg, want ik zie dat wel een beetje als een voortzetting van mijn oude baan. Nou, gewoon ervoor zorgen dat het inlichtingenproces goed loopt. Nou, dat doe ik dan nu door uit te leggen hoe dat dan werkt. Ja, en voordat we, je stapt dus op uit onvrede over die nieuwe wet, maar voordat we die nieuwe wet helemaal gaan ontleden, kan je een beetje kort uitleggen wat je functie eigenlijk inhield en hoe het oude toezichtstelsel er een beetje uitzag? Nou, het is op zich wel mooi. De AIVD en de militaire MIVD hebben hele stevige bevoegdheden. Dus die mogen mensen afluisteren, hacken, volgen, hun computers kopiëren. Het zijn echt hele stevige bevoegdheden. En mogen ook bijvoorbeeld mensen afluisteren die zelf geen terrorist zijn. Ja. Dus het kan ook best wel de buurman van de terrorist zijn of de systeembeheerder van een enge organisatie. En dat zijn hele stevige bevoegdheden en daar is ooit aan gekoppeld. En dat is vrij bijzonder in Nederland, want niet alle landen doen dat, terwijl het wel moet van Europa. Maar is er een commissie die zegt van joh, een externe, echt onafhankelijke commissie, die dus wordt, waar mensen in zitten die door de Tweede Kamer benoemd worden, die niet ontslagen kunnen worden. Ja. En die mogen zeggen, oké, dit afluisterverzoek, dat is rechtmatig, dat mag gebeuren. En dit hackverzoek is onrechtmatig, dat mag niet gebeuren. En dat was jouw baan? En dat was mijn baan. Ja. Ik zat als een van de 3 leden van die commissie. En ook bijzonder aan Nederland is dat men heeft gezegd, in die commissie moeten niet alleen rechters zitten, maar ook een nerd. Ja, en die nerd, dat dat was ik. En dat is een helder moment van inzicht geweest wat andere landen in Europa niet hebben gehad. Ja. Dus in Duitsland hebben ze ook vergelijkbare commissies van dit type. En daar zitten inderdaad alleen maar rechters. En daar heb ik niks tegen rechters, maar ik heb wel iets tegen alleen maar rechters.
Die gewoon, en de angst was in Nederland dat als daar alleen maar mensen zouden zitten die veel juridische kennis hadden, dat die dan zouden denken, joh, die technische aspecten, dat zit wel goed. Ja. Laten we ons focussen op, de, op, het juridische. Op het juridische vlak. Nou, mijn rol daarin, ik was een volwaardig lid van die commissie. Dus het is niet dat ze zeggen, joh, die nerd die mag alleen maar de hackdingen doen. Nee, er zijn gewoon 3 volwaardige leden van die commissie. En 1 van die 3 mag een technische achtergrond hebben. En dat was ik. Ja. En waarom was dat dan specifiek zo belangrijk dat er een technisch lid in zit? Ja, een hele goede vraag. Als je alleen maar zou zeggen, joh, we gaan alleen maar mensen afluisteren of we gaan ze op straat volgen of zo, dan heb je niet specifiek een techneut nodig. Maar als je gaat zeggen van, joh, we gaan echt mensen hacken, of we gaan ook mensen in de omgeving van een spannend iemand hacken. Dus we gaan zijn systeembeheerder gaan we hacken, of zijn telefoonmaatschappij gaan we hacken, of whatever. Dan krijg je een risico dat je daarmee de beveiliging van de wereld aantast. Dat je zegt, oké, we gaan, weet ik veel, Strava, die hardloop-app, die gaan we hacken, want dan kunnen we weten waar iedereen is. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk leuk voor een dienst om te weten waar iedereen is. Maar misschien heb je daarmee ook wel de beveiliging van Strava verzwakt. Ja. En kunnen nu ook andere mensen iedereen gaan volgen. Ja. En de rol van de techneut in die commissie was om te zeggen van, en is in die commissie, is om bij dit soort hacks te zeggen van, joh, dit is het risico, dat is acceptabel. Of dit is het risico en dat is niet acceptabel. En omdat de wereld nogal ingewikkeld is qua telecommunicatie wereldwijd en internet en apps, zijn dat dus beslissingen waar je best wel even over moet nadenken. Ja. In hoeverre komen er nieuwe bevoegdheden bij in de nieuwe wet? Nou, ik denk dat het wel goed is om even stil te staan bij hoe enorm de bevoegdheden al zijn. Ja. Want je kunt je heel technisch focussen op van, nou, dit zijn nu de dingetjes die erbij komen. Maar het is goed om te weten waar komen we vandaan. Nou, Nederlandse diensten hebben een vrij unieke wet. Die mogen, het woord Nederland staat bijna niet in de wet. De meeste inlichtingendiensten hebben meer bevoegdheden op buitenlanders dan op hun eigen mensen. Ja. Een beetje flauw eigenlijk. Een beetje, nou, dus ja, je zou het kunnen vragen, mag dat wel? Ja. Nou, de Nederlandse wet zegt van, joh, Nederlandse diensten mogen overal ter wereld afluisteren, hacken, volgen, kopiëren, ongelimiteerd. En daar zijn andere landen best jaloers op. Bijvoorbeeld de Amerikaanse CIA mag niks doen in Amerika. Dus als je dus wil ontsnappen aan de aandacht van de CIA, is een goede tip, ga naar Amerika. Maar dan word je misschien opgevangen door de FBI. Misschien, maar die werken vast heel goed samen, heel soepel ook. Nou, dat weet ik allemaal niet natuurlijk. Maar de Nederlandse wet staat het de diensten toe om iedere telefoon, iedere computer af te luisteren. En ook kopieën op te vragen van alle data. Ja. Dus men mag naar ieder bedrijf gaan met data over jou en zeggen, joh, doe me even een kopie van al die data. En men mag ook dikke internetkabels in zijn geheel afluisteren, jaarlang, en dat op een harde schijf zetten, om dan met een wettelijk kader daarin te mogen zoeken. En dat is vrij bijzonder en ook wordt weinig benadrukt. Die wet kent mogelijkheden. Dit zijn de dingen die je mag doen. Maar er staat niet bij, die mag je alleen maar doen op targets. Een target is dus iemand waarvan je, dus niet een verdachte. Je bent veel makkelijker een target dan een verdachte. Dus voor een target hoef je alleen maar zorgelijk gedrag te vertonen. Ja. Maar in die wet staat ook van, joh, je mag ook de buurman van een target afluisteren, of de werkgever, of een bedrijf wat diensten levert aan het target. Dus je mag al best wel ver, hè, je hebt zware bevoegdheden en die mogen al heel breed toegepast worden. En dat is dus waar we vandaan komen. Ja. En dan zijn er bepaalde administratieve dingetjes. Bijvoorbeeld als, stel je voor, jij bent een target. Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar stel je voor dat dat zo was. En de dienst, en dan moet de dienst wil jou afluisteren, dan moeten ze dus aan de tip die commissie uitleggen, joh, willen Jelle gaan afluisteren. En die commissie die kijkt dan van, nou, wat heeft Jelle allemaal gedaan? En die zegt, nou, is goed of is niet goed. En daar ook, staat ook bij jouw telefoonnummer. Ja. En dat telefoonnummer mag dan afgeluisterd worden. Maar als nou blijkt dat jij nog een telefoon hebt, ja, dan mag de dienst zelf zeggen, nou, die nieuwe telefoon mogen we ook afluisteren. Daar hoeven we niet opnieuw toestemming voor te vragen. Dat is heel redelijk. Anders zit je alleen maar papieren naar elkaar te sturen. Dat iemand nog een telefoon heeft, dat hoef je niet nog een keer goed te keuren. Een van de dingen die nu gaat veranderen in die nieuwe wet, is dat men zegt van, joh, we zijn de Luxemburgse staatshackers aan het afluisteren. Ik moet helaas wat absurde voorbeelden geven, want anders geef ik misschien per ongeluk een keer een echt voorbeeld.
En dan heb ik heel veel ruzie. Dus laten we vanuit gaan dat er geen Luxemburgse staatshackers bestaan. Maar als er Luxemburgse staatshackers bestaan en die mogen afgeluisterd worden. Maar ze hacken jouw telefoon. Ja. Onder de nieuwe wet mag men dan gewoon opschrijven, oh, we gaan Jelle nu ook afluisteren. Ja. En dat is heel bijzonder. Dat is een hele grote wijziging. Onder de huidige wet is het zo dat als je een non-target, die er dus niks mee te maken heeft, eigenlijk ook wil afluisteren, dan moet je extra hard uitleggen waarom dat nodig is. Ja. Want dat je nou Piet de terrorist wil afluisteren, dat begrijpt iedereen wel. Maar waarom je de buurman van Piet wil afluisteren, daar moet je extra je best voor doen. Ja. Vind ik goed. Vind ik redelijk. Mag echt alleen maar als het niet anders kan. Maar in de nieuwe wet mag je zeggen, oh, Jelle is gehackt door de Luxemburgse staatshackers. Tappen die boel. Ja. En dan ga je dus van een extra zware toets naar een, we tillen dat omlaag tot gewoon een administratieve handeling. Ja. Of we typen zijn nummer ook in en dan enter. Nou, dat vind ik een heel groot verschil. Ja, en dat is een van de redenen waarom je bent op. Dat is een van de redenen, want wat ik zo jammer vond, of nou ja, is dat nou jammer? Die wet zorgde tot nu toe, want hij is al anderhalf jaar gaande, deze spoedwet. Anderhalf jaar. Eigenlijk niemand was erin geïnteresseerd. Nee. Want die reis is, nou, het zal wel, Chinezen en Russen zijn eng. AIVD is goed. En, dus doe maar. Welke punten deugt deze nieuwe wet nog meer niet? Want je hebt het nu net over dat bijschrijven, wordt dat genoemd. Hè? Ja. En er nog meer elementen waar je van denkt, dit is echt gevaarlijk. Ja, een punt. Kijk, ik denk dat, in ieder geval voor mij is het zo, dat als de situatie heel erg is en de bedreiging is heel groot, dan mogen diensten meer. Mm-hmm. Als de bedreiging, of als het er niet heel erg uitziet, dan zeg je van nou, dan mag je deze zeekabel niet afluisteren. Want de bedreiging is niet zo groot. Of je kan hem niet goed uitleggen, de bedreiging. En in de nieuwe wet heeft men het nodig gevonden om te zeggen van nou, voordat je een hele internetkabel in zijn geheel gaat afluisteren, hoef je eigenlijk veel minder uit te leggen waarom dat nodig is. Dus de lat wordt daarmee veel lager gelegd. En in één geval is het zelfs zo dat de lat helemaal weg is. Oké, in welk geval is dat? Dat is als men zegt van joh, wij zijn gewoon, er is een kabel hier en die loopt naar, in Hilversum, naar het Mediapark of zo, noem maar iets. En we zijn gewoon benieuwd, wat zit er op die kabel? We zijn gewoon benieuwd, wie gebruikt deze kabel nou? Nou, dat is in de nieuwe wet alle noodzaak die je op hoeft te geven om die kabel een jaar lang op te mogen nemen en af te mogen luisteren. Zodat je een heel nauwkeurig register bij kan houden, wie zit er allemaal op deze kabel? En dat vind ik heel raar. Dat je zegt van, ik ga een jaar lang een kabel uit de grond trekken, in zijn geheel op een harde schijf zetten. Het zal ook een behoorlijke harde schijf wezen trouwens. En ik hoef alleen maar te zeggen, ja, dat is omdat ik benieuwd ben wie er op die kabel zit. En wat er gebeurt met die data? Mag dat dan helemaal ingezien worden? Of? Nee, maar daar kom je op een heel interessant punt. Men zegt, nee, die data mogen we alleen gebruiken om te kijken wie zit er nou, wie maakt er gebruik van deze verbinding. Maar dan kom je op het punt dat iemand zegt van, joh, ik heb een jaar lang alle telefoongesprekken opgenomen. Maar dat is niet erg, want ik kijk er niet naar. En ik luister er niet naar. En dat is toch, dat is in hun wereld, maakt het heel veel uit of je iemand. Zij zeggen, jij bent pas afgeluisterd als wij fysiek naar jouw telefoongesprekken zitten te luisteren. Maar het feit dat wij die kabel in zijn geheel kopiëren en al die gesprekken op de schijf zetten, dan ben je nog niet afgeluisterd. Nee. Daar ga ik niet helemaal in mee. Want ondertussen zou bijvoorbeeld die data zou kunnen lekken. En dan ben je ineens wel afgeluisterd. Of er kan iemand werken bij de dienst die toch wel erg benieuwd is naar waar zijn vriendin het allemaal over heeft. Dus je mag er op zich niks mee doen, maar die data staat er wel. Ja. Eigenlijk wordt dus de functie van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden een beetje aan de kant geschoven. In een aantal gevallen, er wordt bijvoorbeeld in dit geval van het afluisteren, wordt voor dat specifieke geval wordt gezegd, veel tip, je moet je er helemaal niet mee bemoeien. Als je ook iets wil gaan doen met die verbinding, dus je wil er echt gebruik van gaan maken, dan zegt de wet, tip, je moet je er niet al te veel mee bemoeien. Nee. Dat is veel minder dan nu. Maar er zit wel een gradatie in. Als je het hebt over het hacken van bedrijven, daar moesten de diensten eerst op dit moment nog uitleggen van, joh, zou het ook mis kunnen gaan? Hoe gaan we voorkomen dat het niet misgaat? Of hoe gaan we voorkomen dat het misgaat? En dat is in de nieuwe wet, hebben ze gezegd, nou, dat hoef je ook niet meer te zeggen. Dus nu kunnen ze zonder dat ze die technische risico's aangeven, kunnen ze aan de slag. Ja.
Maar is er dan helemaal geen toezicht meer op de diensten? Ja, er is wel goed. We hebben een toezicht vooraf en een toezicht achteraf. Ja. Nou, soms kleedt de wet ook het toezicht achteraf uit. Dus als in de wet staat van joh, je hoeft niet meer op te geven waarom je een kabel afluistert, dan kan ook de commissie van toezicht niet veel meer doen dan zeggen, nou ja, jullie wilden dat weten. Dus dan mag het. Ja. In dat kader van die technische risico's is het wel zo dat de commissie van toezicht inderdaad kan gaan proberen uit te zoeken van wat zijn ze aan het doen en is het gevaarlijk of niet. En de commissie van toezicht is de CTIVD? Ja, dat is de CTIVD. En, dat staat voor? Commissie van Toezicht, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Okay, ja. Die is overigens in 2003 opgericht. En dat is ook wel grappig. Dus voor 2003 hadden de diensten helemaal geen toezichtmechanisme. Maar dat was, toen kon dat nog. Toen kon je ook nog roken in vliegtuigen, denk ik. Maar er blijft wel een vorm van toezicht. Maar je moet wel weten, achteraf gezien is dat veel lastiger. Want als die mensen daar van tevoren zeggen, dit is hoe we dit veilig gaan doen. Dan kan je zeggen, nou, dat vind ik een goed plan. En dan kan de commissie van toezicht kijken of je het ook doet volgens dat plan. Maar als je zegt, ik hoef vooraf geen plan meer te maken. Dan is het maar de vraag of je, als de operatie eenmaal loopt, of je dan makkelijk gaat zien van, joh, zijn die mensen wel goed bezig of niet? Dat wordt een flinke puzzel om erachter te komen. Ja, je zei in een interview in NRC, zei het is alsof je een bak beton stort zonder vergunning. En dat dan als alles staat, de gemeente komt controleren of het wel goed gestort is. Nou ja, en die moet eerst vragen, wat was je plan eigenlijk? Ja. En hoe dik is het? Welk beton is dit? En dit is de bouwvergunning achteraf, noem ik het maar. Wat natuurlijk een stuk lastiger is dan de bouwvergunning vooraf. Hoe is deze wet dan tot stand gekomen? Nou, dat is een vraag. Daar zijn veel mensen intens in geïnteresseerd. Ja. Het is namelijk nogal een rare wet. De wet bestaat aan de ene kant uit verminderd toezicht en bestaat aan de andere kant uit een heel complex stelsel van beroep. Dat betekent dat als de toetsingscommissie zegt deze bevoegdheid mag niet, dan krijgt de minister een herkansing. En die mag nog een keer in beroep gaan bij de Raad van State om het nog een keer te proberen. En niemand weet hoe dat gaat lopen. Want dit soort hoger beroep voor inlichtingenzaken is er nog nooit geweest. En de Raad van State heeft zelf ook gezegd, wij weten ook niks van spionnen. Dus het is maar de vraag of deze wet die verminderd toezicht en dan extra hoger beroep, of dat nou uiteindelijk wel zo'n succesnummer gaat zijn. Dus waarom deze wet er nou precies gekomen is, ik heb vermoedens. Kan je een vermoeden noemen? Of... Nou ja, kijk, als iemand zegt van ik wil dat mijn toezichthouder niet meer zo kritisch is, dan is dat waarschijnlijk omdat die toezichthouder vrij kritisch is geweest. Ja. En ik kan me wel een paar dingen herinneren waarvan ik denk, als die wet maandag ingaat, dan proberen ze op dinsdag dit verzoek er doorheen te krijgen. Dus er zijn wel specifieke redenen waarom men zegt van we willen dit. Als iemand, in zijn algemeenheid kan ik alleen maar zeggen, als iemand zegt ik wil minder toezicht, dan was het niet omdat hij zo blij was met dat toezicht. Hoe schat je de kans in dat hij door beide kamers heen komt? Nou, ik ben zelf geen politiek expert. Nee. Dus ik weet dat niet zo heel goed. Ik weet wel dat er in de Eerste Kamer zitten bijvoorbeeld heel veel mensen die dol zijn op procedurele toestanden en bestuursrecht. En een flink stuk van deze wet is een wijziging in het bestuursrecht, namelijk die beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze in de Eerste Kamer zeggen van nou, laten we daar eens even goed over hebben. Want het is namelijk een tijdelijk wetsvoorstel. Dus men zegt, zullen we voor de komende 4 jaar een compleet nieuw toezichtstelsel inrichten? Dat doe je normaal niet. Nee. Je gaat niet normaal een heel stelsel inrichten voor 4 jaar. En dus moet je wel heel kritisch kijken, van, joh, creëer je geen monster, ja. Bijvoorbeeld. Ja, want de huidige wet, de WIV, Wet Inlichting en Veiligheidsdienst 2017 wordt die genoemd. Ja. Die is al, daar is een evaluatiecommissie voor geweest, ja. Vorig jaar of 2 jaar geleden. Ja. En die wordt dus herzien, ja. Uiteindelijk. In hoeverre denk je dat deze tijdelijke wet een opmaat is voor de permanente wet? Nou ja, kijk, het punt is namelijk, de tijdelijke wet, die, als die er komt, dan is dat een voldongen feit. Hij is er dan gewoon. En op dat moment komen er allerlei continuïteitsargumenten om te zeggen, nou, laten we nou niet al te veel veranderen. Ja. Dus je kunt er donder op zeggen dat dit wel een soort preview is. Alleen de evaluatie op deze wet kwam toch wel met veel meer dingen. En nu zijn er een paar dingetjes uitgeplukt. Van nou, laten we die dan alvast doen. Mm-hmm. En sommige dingen staan ook niet in. Maar bijvoorbeeld uiteindelijk uit de evaluatiecommissie is ook gebleken dat de wet op bepaalde vlakken strenger moet worden. Ja. Maar dat doen ze nu even niet tijdelijk. Nee.
Dus, maar deze dingen die dus in die nieuwe tijdelijke wet staan, die zijn wel aangedragen door de, die even. Deel wel. Een deel wel, maar een deel ook helemaal niet. Nee. En wat als die er nou dus doorkomt? Hè? Wat is dan voor mensen hier en voor mij en voor jou, wat is dan echt het reële gevaar? Nou, die vraag is er altijd. Die kan je ook twee kanten opstellen. Van wat is het, hè? Het reële gevaar is moeilijk te bepalen, want de dienst gaat meer van je informatie afluisteren. Kan je ook tegenoverstellen van, joh, wat is het reële voordeel van de dienst? Kan ik me vragen, wat bereiken jullie dan? Ja. Dus mensen zeggen wel eens van, joh, ik heb niks te verbergen, dus je kan mij prima afluisteren. Eén, is dat meestal niet waar. En twee, is het heel egoïstisch, want er zijn andere mensen die hebben wel iets te verbergen. Maar in plaats van te vragen van, is deze wet nou een bedreiging voor ons, mag iemand ook wel een keer zeggen, maakt dit nou beter? Ja. En dat moet je dan beargumenteren. En dat heb ik nog niet zien gebeuren. Het echte gevaar waar ik mij zorgen over maak, is je maakt een wet voor slecht weer. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik, als het goed gaat en er zitten goede mensen bij de dienst en ze hebben goede, gezonde plannen, dan keur je 97% van de verzoeken goed. Dat is de huidige stand van zaken. 97% of 95% van alle verzoeken die de diensten indienen, zeg je, die zijn oké. Dus oké. Maar op een dag hebben we misschien een hele andere dienst die wel zegt van, ik wil de oppositie gaan afluisteren, of ik wil deze privacy stichting, vind ik een beetje vervelend, dus laten we die ook maar een keer gaan tappen. Dan had je heel graag een wet gehad die daar in ieder geval een flinke hobbel voor neerlegde. Want die hobbel houdt in dat een heleboel mensen niet gaan meewerken als je ontspoort. En ik vind het in deze tijd dat het gaat niet beter met democratieën wereldwijd op dit moment. Het gaat ook niet beter met onze democratie. Dan vind ik dit niet het moment om te zeggen van, nou weet je wat, kan wel wat minder met dat toezicht. En jullie mogen wel een stuk meer gaan afluisteren. En jullie mogen ook die hele zeekabel in je computer steken die met algoritmes profielen gaat maken. Daar hebben we nog even niet over gehad, maar dat staat ook in die nieuwe wet. Oké, en dan kan je dat eens uitleggen. Nou, nu is het zo dat als men zegt, we gaan deze dikke kabel afluisteren, dan moet er daarna, mag men niet daarna die hele kabel gewoon gaan lezen en kijken van, nou, wat komt er allemaal voorbij. Er is nog een apart kader waarin je zegt, wij zijn geïnteresseerd in dit onderwerp of in dit soort mensen. En dat kader mag dan uit die afgeluisterde kabel interessante berichtjes of gesprekken gaan vissen. Dat heet selectie. Ja. En dat wordt nog goed getoetst. Dus de tip mag die selectie bekijken en zeggen, joh, dat is een goede selectie of geen goede selectie. In de nieuwe wet zegt men van, joh, we hebben ook computers. En die mogen zelf met profielen en algoritmes en data mining in die hele afgeluisterde kabelbak gaan kijken. En dan kijken of ze interessante targets kunnen vinden. Wat mij in ieder geval heel erg doet denken aan toeslagenaffaires en dat soort dingen. En in de nieuwe wet zegt men van, nou, daar hoeft de tip niet meer naar te kijken. Nee. Dus de computer die mag, nou ja, profielen gaan aanleggen. Iedereen die wel eens iets met kunstmatige intelligentie heeft gedaan, die weet dat computers enorm last hebben van jouw eigen bias en jouw eigen aannames. En binnen de kortste keren hebben ze iedereen met een bepaalde postcode geselecteerd en niemand weet waarom. Nou, dat betekent niet dat je computers nooit moet gebruiken, maar dat betekent wel van, jongens, dit is nou echt een onderwerp wat heel veel toezicht vergt. En juist deze wet zegt nu van, nou, voortaan kan dat best zonder toezicht vooraf in ieder geval. Ja, en het hoofdargument, bijvoorbeeld wat ik heb gevonden vanuit de geheime diensten, is dat ze dynamischer en sneller willen kunnen werken, omdat bijvoorbeeld Rusland en China veel minder waarborgen en veel minder, of misschien wel helemaal geen toezicht hebben, waardoor ze heel snel kunnen aanvallen. En om dat tegen te kunnen gaan, moeten zij ook heel snel kunnen handelen. Dat is toch best een legitiem argument. Ja, dat is het zeker. En daarom is de huidige wet, kent alle spoedprocedure. Dus ze hebben deze nieuwe wet niet nodig om dat te kunnen doen? Je hebt hem niet nodig voor de spoed. Okay. Dus als de diensten nu zeggen, wij zien deze Rus, of zei ik de Rus? Ik bedoel natuurlijk Luxemburger. Nee, ze zeggen zelf ook steeds Russen, dat mag je ook wel zeggen. Maar deze Rus die hackt die computer, willen er achteraan, dan kunnen ze nu telefonisch toestemming krijgen en dat kan binnen een uur. Okay. Dat kan echt al heel snel. De journalisten van Argos, van de VPRO, die hebben een interessante bijeenkomst gehad met de AIVD, waarin de AIVD uitlegde waarom ze deze wet nodig hadden. Is de AIVD en de MIVD ook geconfronteerd met van, jullie hebben al een spoedwet en die wordt iedere week al ingezet, dus het is geen zeldzaam ding. Is dat niet goed genoeg? En daar kwam het antwoord van de dienst. Die zei, ja, het probleem met die spoedprocedure is dat we dan achteraf alle formulieren alsnog moeten invullen. Ja. En daar raak je dan een interessant punt, want kennelijk was niet die spoed het punt, het probleem was het formulier. De bureaucratie. Ja, en die bureaucratie,
zij zeiden zelf van ja, we moesten wel 1000 pagina's per jaar invullen. En terwijl het interview uitkwam, was ik toevallig in een ziekenhuis. En toen dacht ik aan die mensen in de zorg die de hele dag formulieren zitten in te vullen. En ik denk dat die behoorlijk blij waren geweest met de mededeling, je hoeft maar 3 pagina's per dag te doen. Ja. Ik denk dat het een behoorlijke triomf zou zijn geweest. Dus eerlijk gezegd, kijk, ik hou ook niet van heel veel papieren lezen. Maar al die verzoeken die ze bij ons indienen, die moesten wij allemaal lezen. Ja. Dus van ons hoefde het allemaal niet zo heel groot. Dus ik moet ergens zeggen, de administratieve romslomp ligt misschien meer in hun eigen toko dan bij de toezichthouder. Dus interne processen misschien versnellen. We hadden het net al over de WIV 2017. Die had in 2017 de bijnaam de sleepwet. Daar is toen een heel referendum over geweest. Het Nederlandse volk heeft toen gezegd, we willen die wet niet. Wat er nu gebeurt, lijkt dat een beetje op wat er in de sleepwet stond? Het is inhoudelijk anders. Ja? Dus je kan niet zeggen dat ze precies hetzelfde terug willen, want dat is het niet. Maar de elementen daarin, namelijk we kunnen iedere kabel een jaar lang opnemen zonder te vragen waarom. We kunnen onze computer zonder toezicht laten kijken en we kunnen allemaal mensen bijhacken en bijtappen en bijkopiëren. Als je die 3 bij elkaar optelt, dan zijn we bij een andere wet uitgekomen, maar ik vind dat die weer aan het slepen is. Ja, en dus je zegt, eigenlijk is het weer een sleepwet, maar waarom is er dan nu zo weinig publieke aandacht voor deze wet? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk onder andere, en dat is heel pijnlijk, dat wij inmiddels gewend zijn geraakt dat wij de hele dag worden afgeluisterd door onze telefoon. Ja. En met name als je een Android of een Samsung of een Google telefoon hebt, dan ben je eraan gewend dat als je ergens pizza hebt gegeten, dat die telefoon 2 dagen later zegt van joh, je houdt van pizza. En wat vond je van het restaurant? Dus daarmee hebben we ons een soort neergelegd van die Google mensen weten alles van mij. Het zal wel. Ja. En ik denk dat in 2015, toen echt de poeha over die wet was, in 2016, waren we daar nog lang niet zo aan gewend. En misschien dat we ons nu erbij neer hebben gelegd. En dat betekent overigens nog steeds niet dat het oké is. Nee. Maar wel meer dat het van ja, weet je, Facebook en zo en WhatsApp. Hetzelfde verhaal, mensen weten op een bepaald moment dat Facebook zo overal en alles volgt. Nou, Facebook is gelukkig redelijk on the way out, maar het heeft niemand tegengehouden. Nee. Dus misschien zijn we er wel aan gewend geraakt. Ja, je ziet ook TikTok is misschien een Chinees spionapparaat en daar zit ook iedereen op.